Hebba, ja, wat is voor jou Vrouwendag? Vrouwendag is van onze huis, vrouwenhuis. Dus is altijd leuke dingen te doen. En we hebben eigenlijk om 4 maart gevierd en gezellig met elkaar. En ja, dat voor mij Vrouwendag eigenlijk. Misschien Dilek heeft iets anders. Oké, ik zal het ook even aan Dilek vragen. Dilek, wat is voor jou Vrouwendag? Vrouwendag is vrouw zijn. 1 dagje. We zijn altijd vrouw, maar voor een dagje verwerven we onszelf. Dat is Vrouwendag. En ben je vandaag al verwend? Nou, kijk, rozen hebben we gekregen, dus... En van wie heb je die rozen gekregen? Van Ibn Galdun, school Ibn Galdun. Oké. Nou, we zijn heel erg verwend. Geweldig, dankjewel. Alsjeblieft. Tessa Curederm. En ook, misschien ook...